Wij zijn hier samen met Edukans in Kenia en zien hoe weinig kansen kinderen en jongeren krijgen. Gewoon simpelweg omdat ze hier geboren zijn. En Edukans doet daar iets aan. Zij bouwen onder andere scholen. Maar Edukans doet dat niet alleen. In Nederland werken duizenden jongeren samen, met name op basisscholen en middelbare scholen, om de acties van Edukans te ondersteunen, zodat de jeugd heel ver weg een veel betere toekomst krijgt. We zijn op weg naar een ICT-project waar kinderen leren met computers omgaan. Dat kun je je hier moeilijk voorstellen als je de omgeving ziet. Maar dat wordt hier ook steeds belangrijker. En dit project is dus vrij nieuw. Ja, het heeft een mooie naam ook. Ja. Valentine. Again, what's the name of the project? Wilker in Reuter. Vervolgens gingen wij naar een andere school, maar waar we een heerlijk potje hebben gevoetbald. 1-0 gewonnen. En dan merk je ook dat toch, ja, Keniaanse volk het snelste ter wereld is. Dat merk je wel. Maar het was wel even leuk om te doen. En verder zijn we toen het land ingetrokken. Nou, we kregen nog muziekles van hun. Ah ja. Althans, ze hebben voor ons gezongen. Ze hebben voor ons gezongen, wij van hun gezongen. Uitgedeeld. Ja, de cirkel is rond in dit geval. Dat was een unieke ervaring. Ja, dat denk je niet bij na als je bijdraagt aan de actie, zoals heel veel mensen doen. Ik denk dat er honderden, zo niet duizenden mensen bij betrokken zijn op scholen en vrijwilligers die al die dozen controleren. En ervoor zorgen dat er in elke doos wel evenveel zit. Er wordt echt heel nauwkeurig mee omgesprongen. Maar nu mocht je dus echt bij de afrondende fase van de actie zijn en mocht je de reactie zien van die kinderen, dat was echt een voorrecht. Dat was een van de meest indrukwekkende ervaringen ooit. Kortom, een mooie dag. Zoals je kunt zien is hulp aan onderwijs hier in Kenia hard nodig. Word nu donateur voor €5 per maand, zodat we nog meer kinderen in Kenia aan goed onderwijs kunnen helpen.